Schone lucht staat onder druk in Brabant. Dat komt onder andere door het vele verkeer. Toch zijn er nog steeds plannen voor meer asfalt. Zoals bij de A58 en hier bij de N65 in Vught. De provincie wil deze weg aanpakken. Het kost ruim 1100 boom. De Raad van State heeft het plan vooralsnog afgekeurd, maar de Partij voor de Dieren wil dat het definitief van tafel gaat. Meer asfalt is namelijk niet de oplossing. De wegen blijven druk en de lucht wordt alleen nog maar viezer. Wat wel helpt, is echt investeren in openbaar vervoer. Dus meer en langere treinen over het spoor, meer buslijnen. Zodat je niet de auto hoeft te pakken, als je bijvoorbeeld in de Reek, Reuzel of Rijsbergen woont. Ook moeten er meer snelfietspaden komen, zoals hier de F59 tussen Den Bosch en Os. Dan heb je echt een alternatief voor de auto. En dan kunnen die 1100 bomen langs de N65 ook blijven staan. Je kunt nu nog kiezen. Kies daarom 15 maart voor de Provinciale Staten, Partij voor de Dieren.